Bidden we ook vooral degenen die het wijnfeest mogelijk maken. De wijngaardeniers, degenen die deze dag organiseren. Degenen die als vrijwilligers zich inspannen om deze dag te doen slagen. Mogen zij dankbaarheid ondervinden en mogen hun voorbeeld gevolgd worden door velen. Om zich hun eigen omgeving beschikbaar te stellen voor de dienst van het welzijn van de medemens. Laat ons... Als Sorijne, hartelijk bedankt voor het voorgaan in deze dienst, dat u bereid was om hier naar boven te komen. Om samen met ons in gebed en gezang, maar ook een beetje in stilte af en toe, dit op een feestelijke manier te beginnen. Zometeen als het wijnfeest losbarst, zal die stilte wat minder zijn. Nou, ik ben intussen bijna 17 jaar pastoor hier in Waalwieswiller en IJs. En sinds 4 jaar kwam het idee op om bij goed weer de Eucharistieviering of de Heilige Mis in de buitenlucht te doen. En sinds die tijd doen we dat hier. En dat bevalt buitengewoon goed. De mensen genieten van het prachtige weer. De wijn is dichtbij. Dus aarde en hemel reiken elkaar hier de hand. We zouden kunnen kijken. En dan zit je al op Belgisch gebied. Hè? Dus we zitten echt hier in zuidelijk Zuid-Limburg. En waarom ik hier stop, dat is ook omdat we hier bijna bij mijn wijngaard zijn. Maar je voelt hier de warmte van de zon. Ja, je zit hoger, hè? En je zit hier op een kalkachtige bodem, mergel, krijt, en dan laag je lust eroverheen. Ideaal voor druiventeelt. Die warmte van overdag wordt vastgehouden en 's avonds weer langzaam uitgestraald. Hè? Ja. Het is hetzelfde als je zegt van als je op zo'n bank zit in juli. En vooral dat zuidelijke, dat vinden wij toch wel heel erg leuk. En toen lazen we dat hier dus een wijnfeest was. Dus wij zeiden zondag kan niets ons eraf brengen. Wij gaan naar het wijnfeest. En dan sta je 's morgens op en dan is het zo prachtig weer. Zo van nou, het kan niet missen. We gaan vandaag. Marlies willen vragen om onze nieuwe wijnkoningin Sandra de sjerp op te hangen ten teken dat zij... Oh, dat gaat niet net, het zit andersom. Zo. Yes. Voilà. Kijk eens. Nou, dat is één. De sjerp. Er hoort natuurlijk een bloemetje bij. In de carnaval krijgen ze een scepter, bij hier krijgen ze ook gewoon een bloemetje. En daarmee hebben wij in principe nu al onze nieuwe wijnkoningin, Sandra. Zoals zal schenken, wil vergeven linken. Doe dochter van Bacchus, wat zwiet erin. Het is de ring in het glaas, boeket, de vrouw en dos naast. In de smaak vol en rond en met matige zon. Vinkeringen, Sandra! De nieuwe wijnkoningin Sandra en op de gemeente Gulbe-Wittem. Ze zeggen, gezondheid! Ja, 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 dat is een magische glas. Vindy van dit feest? Ja, prachtig. We komen samen uit Vaals. We zijn in Waalwieler zijn we gaan ontbijten en hebben een mooie wandeling door de natuur. En hebben we hier een tussenstop gemaakt en zijn we van de natuur en van de heerlijke wijn zijn we aan het genieten. Dus.
ik heb het ontzettend naar mijn zin. Maar ik ben hier inderdaad geboren, maar niet getogen. Ik ben na 50 jaar, kom ik hier weer terug. Om dus die wijnfeesten mee te vieren. En dan ga ik samen met mijn buurvrouw, gaan we dus hier elk jaar genieten. Nu al het vijfde keer. Gaan we hier logeren een paar dagen, alleen al om de wijnfeesten. Want ja, Waalwieler kan ik niet verloochenen. Ook al ben ik 50 jaar weg, ik blijf een meisje uit Waalwieler. En dat vind ik heel, heel geweldig. Heb je ook een favoriete wijn? Ja, eigenlijk bij deze hier eigenlijk een lekker wijntje eigenlijk. Hij is lekker vol van geur, vol van smaak. Dus eigenlijk nou dat je met jaren eigenlijk hier komt, zijn de wijnen eigenlijk beter geworden. Ze zijn minder zuur, ze hebben meer diepgang en ze zijn lekkerder. Dus ja, dan kan je ook een goede verhouding hebben eigenlijk met de smaak eigenlijk. Hoe vind je het vandaag bij het wijnfeest Waalwieler? Echt heel bijzonder dat er zoveel wijn uit Nederland komt. Dat vind ik echt heel bijzonder. En allemaal smaakvolle wijnen. Oké, dat is mooi om te horen. Ben je hier al vaker geweest? Dat is de allereerste keer. Ja. Zou je het wel aan andere mensen aanraden? Zeker weten. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Zeker. Omdat het allemaal Nederlandse producten zijn. Speciaal. En goede wijnen. Lekkere wijnen. Dank u wel. Nog een fijne dag. Oké, dank u wel. Hoe vinden jullie het vandaag hier op de wijnfeest? Het is net als de laatste jaren is het eigenlijk steeds weer verbazend op een gegeven moment wat voor weer dat ze hebben. En hoe fantastisch, wat voor een sfeer dat ze weten te kweken. Het is, ik geniet er ieder jaar opnieuw van. U bent van hier uit de buurt? Ja, we zijn allebei hier uit de buurt. Want we zijn, zeg maar, naast de kerk zijn wij grootgebracht. En wij kennen deze hoek. Zeg maar met de percelen zoals ze liggen, die kennen wij eigenlijk vanaf kleins af aan. En dat maakt het ook hartstikke leuk. Om er ieder jaar terug naar te komen. Leuk, dankjewel voor uw tijd. Graag gedaan. Laten we nu met de wijnkoningin van 2017. Hoe ben je wijnkoningin geworden? Ik ben vorig jaar hier komen werken voor een vereniging. En toen ben ik in contact gekomen met oud-koninginnen. En die raden het me echt aan om dit eens een keertje te doen. En toen heb ik er eens over nagedacht en toen heb ik me opgegeven. En toen ben ik gekozen. Zo ben ik wijnkoningin geworden. En bevalt het tot nu toe? Ja, prachtig weer, lekkere wijn, leuke opkomst, gezellig, goede muziek. Dus ja, super toch? Helemaal geweldig. Heb je favoriete wijnen? Die van Wim Hendricks, die vinden we heel goed, maar die van Overste, die was ook, dus is ook heel lekker. Hebben we vandaag ook geproefd, maar vanuit het verleden is de wijn ieder jaar beter geworden. We vonden de vroegere wijn niet lekker, maar als je dan 2 of 3 of 4 glaasjes drinkt, dan wordt die steeds lekkerder. Maar nu is die van het begin af is goed, is echt goed, ja. Ik wil even zeggen, geweldig wijnfeest voor dit jaar. Schitterend weer. Een geweldige vriendenkring. Super! Aan de wijn is super. De wijnfeesten, hoe lang is dit nu al bezig? Dit doen we nu voor het 18e jaar. In 2000 zijn we begonnen met het wijnfeest als een klein dorpsfeestje. En nu is dat uitgegroeid tot een feest waar mensen van overal komen. Zelfs uit Duitsland helemaal toeristen komen hier naartoe. Dus het is echt een heel groot feest geworden nu. Dat is mooi. En is het veel werk, dit allemaal organiseren? Ja, dat is best wel veel werk. Maar we doen het met heel veel vrijwilligers. En als je met veel vrijwilligers kunt werken, dat zijn er een stuk of 20, 25, dan krijg je dat allemaal wel voor elkaar. En iedereen is enthousiast, iedereen vindt het mooi om mee te maken en iedereen vindt het ook mooi om hier aan mee te werken. Dus daarom vinden we toch ieder jaar weer vrijwilligers die hier met ons het feest opbouwen, maar ook morgen weer afbreken. Dat is ook natuurlijk belangrijk. En die wijnkoningin, hoe komen jullie bij die? Waarom kies je juist die ene persoon?
Ja, we zetten altijd een oproep in het blaadje, het Wilder Bladje. En dan kunnen we dames tussen de 18 en de 88 die graag wijnkoningin willen geven, die graag wijnkoningin willen worden, die kunnen zich dan opgeven. En ja, het blijkt toch wel die laatste jaren dat dames zich daar toch wel een beetje op voorbereiden. Want ze zeggen van ja, dit jaar misschien nog niet, maar volgend jaar. En dan komen mensen, komen aanmeldingen. En dan denk je van hé, dan heb je dus toch steeds weer mensen, dames, die het leuk vinden om wijnkoningin te worden. De gastvrouw van ons wijnfeest. En dan geven dus natuurlijk heel veel mensen geven zich op voor wijnkoningin te worden. Hoe kies je daaruit? Ja, dan gaan we gewoon loten. Hè. Dus dat is heel eerlijk. Gewoon pakken een bak met loodjes, met de namen erin. En dan gaan we een loodje trekken. En als dan dit jaar niet wordt, dan ga je er weer in voor volgend jaar. Dus dan kun je volgend jaar weer wijnkoningin worden. Oké. Okay. En nu heb ik gehoord, van de 18 keer dat jullie nu al dit feest organiseren, hebben jullie 17 keer goed weer gehad. Hoe is dat mogelijk? Ja, eind september en dan de zomerse temperaturen. We likken ijsjes, we drinken lekkere witte wijn en rosé. De zon brandt op onze kop, we moeten ons insmeren. Ja, hoe doen we dat? In ieder geval geen worst brengen naar de zusters. Dat doen we nooit. De zusters hebben honger geleden hier als het aan ons lag. En ja, onze lieve nier, Slevenier, is een wienliefhebber. Dus ik denk dat het daar misschien een beetje aan ligt. Blijven bidden dus. Dankjewel. En bij nacht in de kroeg heen.